dat conflict tussen Georgië en Rusland, dat escaleerde. En dan probeer je daar zo snel mogelijk naartoe te komen. Als je met Stan op reis ging, dan voelde je je veilig. Je had letterlijk en figuurlijk een tank naast je. En mijn vader, die grote man, die was wel echt onsterfelijk van mijn gevoel. Dus ik was nooit bang. Overal hoorde je dit inslaan. Ja, wat er dan gebeurt is gewoon heel heftig. Ik schiet er gewoon vol van.